Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling heeft in verband met zijn verjaardag enkele personen bedacht met voedselpakketten en laptops. De minister geeft aan dat hij in deze periode van de COVID-crisis ervoor heeft gekozen minder bedeelden te helpen. Hierbij heeft hij gedacht aan enkele studenten die nu afstandonderwijs volgen. Ook heeft de bewindsman gedacht aan de gezinnen aan de oostgrens, die door de lockdown geen inkomen hebben. Om deze groepen een hand toe te reiken, heeft de minister vandaag 3 laptops aan 2 studenten en 1 vrijwilliger van een stichting overhandigd. 50 gezinnen zullen een pakket ontvangen. Dikan legt uit waarom hij ervoor gekozen heeft om in verband met zijn verjaardag minder bedeelden te helpen. Ik denk dat de tijdgeest waarin we nu leven, met name die COVID-maatregelen zijn afgekondigd, dat daardoor heel veel mensen in problemen zijn gekomen. En ik denk dat ik met dit gebaar een stukje verlichting kan brengen. Natuurlijk is het niet duurzaam op deze manier. Dus vandaar dat ik ook de oproep heb gedaan dat meerdere mensen dit voorbeeld opvolgen. Maar in elk geval, wij zijn sociaal opgegroeid. En ik heb altijd mensen die me kennen weten, wanneer we ergens zijn en bijvoorbeeld eten wordt opgediend, vraag ik altijd als iedereen heeft gegeten. Omdat ik er zeker van wil zijn dat niet alleen mijn maag wordt gevuld, maar ook van onze medemens. Dus vandaar dat ik gemeend heb dat ook gezien de maatregelen, je kan geen 5 geven, weggeven, maar dat je die middelen kan inzetten om de sociale nood van andere mede-Surinamers te verlichten. Dikan zegt verder dat er een screening heeft plaatsgevonden om na te gaan welke gezinnen in het oosten echt hulpbehoevend zijn. Aan de hand daarvan is er volgens hem een selectie gemaakt. Aan de andere kant hebben de mensen zich ook georganiseerd, want die oproep is gedaan door een organisatie. En we hebben toen contact opgenomen, een WhatsApp bericht heeft ons bereikt en we hebben toen contact opgenomen met de mensen. Dus we denken dat het wel ter beschermde plekken zal aankomen. Oké, u geeft aan Albina, dus het is niet alleen mensen in Paramaribo die dan zo'n pakketje krijgen? Nee, ook de mensen in het oosten gaan ook een pakketje krijgen. We hebben gedaan wat we kunnen, hoe ver ons, hoe men zegt, petit anulangadoro, dus te drapen, hoe doen. Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling. In het kader van zijn jaardag heeft hij enkele minder bedeelden bedacht. Zondag viert de minister zijn 49ste verjaardag.